Yo, dat gast van de Chicken Bucket bij een nieuwe video. Vandaag zijn we met de carrière van Jordi bezig. Een nieuwe carrière, dus we gaan even kijken naar Jordi. Start your career by selecting a Formula 2 team. Driving for this team, you'll experience some key moments of a Formula 2 season. A thrill-packed racing championship in its own right and the springboard to Formula 1. At the end of this feeder series, your choice of driver academy and your performance in F2 will determine the terms of the contracts offered by the teams as you embark upon your career in Formula 1 and begin to write your own chapter of motorsport history. Okay, and here kunnen we het team kiezen en we kiezen voor. Nou, waar kiest Jordi eigenlijk voor? We kiezen voor MP Motorsport, dat is Nederlands. Ben benieuwd of hij dat kiest. Russian Time, ook een eerlijk team. Ik ben benieuwd waar die, wat hij eigenlijk kiest. Kiest de ART? Hij kiest ART en de Driver Academy van McLaren. Ik weet het niet, hij is nu bezig, maar... Ja, McLaren. Driver Academy. Hij gaat nu zijn carrière starten, hoop ik. En dan krijgen we wederom een filmpje. ART's new driver really commanding the racing. Alleen dit is dan natuurlijk van de race waarbij we onze kracht verliezen. De turbo gaat kapot of ja, is kapot. And something's wrong. Butler sees his chance. Some kind of mechanical failure. Picking up speed again. Dan kan die nu gaan racen en moeten we eigenlijk gewoon zoveel mogelijk of zo hoog mogelijk eindigen. En dan ben ik benieuwd of Jordi, natuurlijk, Lucas Weber, ach Weber eigenlijk, Weber, voorbij gaat laten. Het ziet er wel naar, nou ik weet nog niet. Gaat hij hem voorbij laten dekken op het rechte stuk, maar ik weet niet zeker. Als hij dat niet doet, dan ja. Wie weet hoe de race dan gaat. Ligt er ook een beetje aan de pace van Jordi. Ik denk dat hij hem voorbij gaat laten. Zien we ook wat shots. Gaat hij hem voorbij laten? Ja. Nou. Ik ben benieuwd of hij dat doet. Hij weet het, is nu wel voor hem. Ja, hij laat hem er wel langs. En dan moet hij nu eigenlijk ook zo snel mogelijk door gaan rijden. Dan ben ik benieuwd wat... Oh, er zijn een... hier is een replay van de inhaal van Lucas Weber. Die hier gewoon op eigen kracht DRS open. Jordi inhaalt, niet te veel gedoe eigenlijk. En dan zitten we nu in ronde 35, waarbij de Vries achter ons zit. En Weber nog steeds voor ons, dus misschien was het wel helemaal niet zo'n hele goede beslissing. Want als hij niet vierde wordt, dan heeft het team daar eigenlijk helemaal geen winst uit gehaald. Dus ik ben benieuwd naar hoe dat zal gaan. Dit is een wat langere aflevering, zie ik nu 21 minuten, jezus. Het is, was een pittige aflevering. Maar waarschijnlijk gaan we alle drie dingen doen. Alle drie de events. Wat we bij Jason niet doen. Ja, Weber zit nu wel achter Seta Kamara. Dus misschien heeft het toch nog wel geholpen. We moeten natuurlijk ook nog twee rondes. Ja, hij is nu voorbij Seta Kamara. En dan moet Jordi eigenlijk nu Seta Kamara inhalen. Dat zou het ideaalste zijn. Maar daarom, de race is eigenlijk al voorbij. Devin Butler wint. De fastest lap is voor Lucas Weber. En wij worden zesde. Niet zo heel spannend dus eigenlijk. Maar ja, gewoon schade beperkt. Well done, good finish. You stepped up and achieved what we asked. Good job.
En we zien nog ook dat Devin Butler voor Dams rijdt, eigenlijk voor Idems. Dat is volgens mij de junioropleiding van Renault. Maar ja, dat kan verschillen. Volgens mij kunnen ze zelf de Drive Academy kiezen, dus volgens mij maakt het niet heel veel uit. Maximilian Gunther, 9e in zijn Force India. Ik wil weer het podium zien. Maar Lucas Weber uiteindelijk nog wel opkomt, dus dat was zeker een goede beslissing. Lando Norris zien we tweede. Of Alexander Albon. Nee, dat is Albon. Of niet? Ik denk Albon. Ja. Ik kan het niet zo heel goed zien, eerlijk gezegd. Nee, ik kon het niet zo heel goed zien. Sorry jullie zussen. Het is Alexander Albon, toch wel. Had ik toch een heik. Yes. Lando Norris die net buiten het podium valt. Voor de rest zien we wat spannende dingen. Eerlijk gezegd niet. Nee. Dus daar kunnen we op zich wel door licht gaan doen. Jullie mij dit scherm laten zien. Ja, natuurlijk Russian Time die eigenlijk tegenvalt, maar één auto in de punt. Terwijl Russian Time wel een van de betere auto's wordt gezien van Formule 2. Maar dan gaan we even naar Emma luisteren. En naar, hoe heet het, Claire. Dat was een exciting race. Het definitely got people talking about you, which means I was able to secure a quick interview. Okay, we're all set over here. Just a minute. Remember, anything you say to the press can go very, very public. So be relaxed, but also be conscious of what you're saying and how it might come across to other people, okay? I think we're ready. Great. So Emma keeps telling me you're the one to watch this season. If that's true, you'll be doing plenty of these. Just remember, be yourself. And the more you can give me, the better this will go. Right, stand here. Turn a little this way for me. How are you settling in? Ik ben benieuwd wat jullie kiest. Showmanship, sportmanship, volgens mij. Die twee heb je. Sportsmanship, inderdaad. Okay, so how did you feel about being ordered to give up the position to Lucas? Of je kiest natuurlijk voor niks. Nou, dat was het interview. Dan krijgen we nu de cutscene. Waarschijnlijk met, ik heb deze, ik heb het beginstukje dat twee keer ingesproken natuurlijk over Jason's carrière. Dus ik weet nu dat dezelfde cutscene gaat komen. Met Devin Butler en Lucas Weber natuurlijk en onszelf. Dan heb je Idems en Lucas Weber. Het grappige is in Formule 2, ik lul even door omheen, maar dat komt omdat heel veel mensen waarschijnlijk deze cutscene hebben gezien. In Formule 2 heeft hij het nummer 5, terwijl hij in Formule 1 het nummer 71 heeft. Dus dat is wel grappig. Ik weet, ja, 5 heeft natuurlijk Sebastian Vettel, dus dat zal een verschil wel zijn. Maar ook Alexander Albon heeft... Sorry jongens, oh lekker professioneel, maar Alexander Albon die heeft in deze carrière nummer 6, of in Formule 2, en die heeft natuurlijk in Formule 1, wat had hij in Formule 1, 16 of zo? Ja, ik denk 16. Zorg als jullie graag Devin Butler wouden horen, dan moesten jullie even Jason's carrière zien. Maar de meeste mensen hebben dat al wel gezien op ons kanaal. Dus ik ga niet elke cutscene... hoe heet het, maar stil zijn. Ja, we gaan nu door naar het volgende evenement. Dat is Devin Butler en Jordy Bunskoek in een gevecht voor de eerste plaats. Ja, op Spielberg, ook hier weten we eigenlijk wat er gebeurt. Maar goed.
Daar rijdt hij de voorvleugel eraf van Jordi. En dan ben ik benieuwd naar wat Jordi er gaat doen. Die komt natuurlijk de pits in. Logischerwijs. En daarna moet hij zelf racen. En hopelijk dat we Devin Butler in kunnen halen. Laat even zien hoe lang jullie de carrière video's willen. Jordi heeft nu in één keer alle drie de Formule 2 evenementen. Waardoor dit een video is van 21 minuten. En Jason heeft kortere video's rond 8 minuten. En die doet het per evenement. Dus uiteindelijk trekt hij het zelf wel recht. Laat zien, of laat in de comments achter wat jullie willen. Ik denk zelf dat eentje wat korter en eentje wat langer wel leuker is. Maar ja, dat zien we dan wel. Terwijl we hier natuurlijk zien hoe Jordi achter Maximilian Gunther rijdt. En voor Deletrez. En dan moet hij eigenlijk de BMW Arden, of heet dat BMW? Of BWM? Ergens in die richting heet dat. Moet hij inzien te halen om natuurlijk sowieso een punt te krijgen. Dat is mooi. Devin Butler die maakt nu zijn drive-through penalty. En dan komt die ietsjes voor ons uit. Jordi doet DRS open en die moet eigenlijk al wel langs Maximilian Gunther zijn. Via de buitenkant, hij durft. Ja, betere lijn daar. Goeie actie via de buitenkant. BWT was het. De BWT die nam een hele korte lijn. En ja, daardoor kon Jordi de buitenste lijn nemen, waardoor hij sneller weg was uiteindelijk, dus meer tractie had. En waardoor hij nu tiende staat achter Sete Câmara. Daar heeft hij wel vaker lang achter gezeten, denk aan de vorige race. Maar ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Hij loopt heel veel in op Sete Câmara, logisch, nieuwe supersofts tegen oude softs. Dat is natuurlijk gewoon heel veel voordeel. Hij komt dadelijk in de buurt, nu moet ik geven. 1.8, moet ik toegeven. 1.8 staat hij nu op. Maar ik denk niet dat als hij op de finish zit, dat hij hopelijk al wel rond de 1 seconde zit. Dan heeft hij net geen DRS, maar het volgende stuk wel. Nee, hier heeft hij nog geen DRS. Ik kan er les niet zien wat het verschil nu is, maar dat moet aanzienlijk kleiner zijn. Als hij hier een goede exit heeft, dan kan hij hem pakken. Heeft hij daar wel DRS? Nee, nog steeds niet. We moeten hem deze ronde wel voorbij zien te gaan natuurlijk, om Devin Butler ook nog te pakken. Hier misschien DRS. Hij komt nu heel dichtbij zitten te maken, die ook vroeg remt. En dan hier DRS, en hij heeft dit eigenlijk al gewonnen voordat de DRS open gaat. Rijdt hij nu achter Mary. Dat had ik in de vorige carrière video van de zondag, had ik daar ook al last mee met zijn naam. En dat is niet omdat ik dat expres doe, maar ik heb echt geen idee hoe ze daarbij uitspreekt. Hier zien we Sergio Sete Câmara. Ja, heel makkelijk is hij er voorbij. Oh, oké dan. Jordi. Whoopsie daisies. Jason, dat had je eruit moeten knippen. Pannenkoek. Instant flashback. Of instant replay. En hij koos voor een flashback. Dat had je er op zich wel uit mogen knippen, Jason. Oké dan. Ja, dat kan gebeuren, replay, maar het was een racefoutje. Terwijl hij nu aanzienlijk dichterbij komt bij Mary. Krijg je die Mary? Was maar. Nee, Mary. Hij heeft al DRS zelfs, dus hij loopt heel veel in op Mary. Dat hij ook al groot verschil heeft met Sete Câmara. En hij nu voorbij is aan Mary. En dan rijden we achter de Kjortjak. De klootzak. Butler, Devin Butler. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen achter Devin Butler. Die ook niet eerste rijdt, maar zevende. Als hij er nu voorbij gaat, doet hij dat goed.
Buitenkant. Butler die knijpt hem ook nog een beetje, maar die laat hem leven. Die gaat nu nog wel aan de binnenkant proberen te komen, maar dat lukt hem niet. Dan rijden we nu voor Devin Butler en achter de teamgenoot van Devin Butler, Alexander Albon en Dems. Die kunnen we op zich ook wel pakken. Lap 38 van de 40 zit al heel erg bij, dus ik denk dat we die ook gewoon pakken voor plaats 6 in de wedstrijd. Misschien heeft hij hem hier al wel deze bocht. Hij durft het, hij doet het aan de binnenkant. Remt later als Alexander Albon. Alexander Albon die nog wel goed bij zit. En wie van de twee heeft DRS? Alexander Albon heeft DRS, dus bij je detectiepunt had Jordi hem ingehaald. Komt hij dan nog? Het antwoord is nee, nou een klein beetje. Hij heeft nu wederom DRS natuurlijk. Dus het kan wel eens een leuk gevecht worden met Alexander Albon. Markelov is denk ik te ver om in twee rondjes in te halen, maar dat zien we daarna wel. Nee, Alexander Albon, die gaat niet hard genoeg om voor nog in te halen. Hier bij het remmen komt hij er nog wel. Ook Devin Butler kijkt nog even, maar hier met de tractie. Terwijl hij gewoon DRS heeft, verliest hij aanzienlijk veel. Jordi met wel de snelste rondetijd. Een 1.16.9, dat is redelijk snel. Of dat is redelijk snel, dat is goed snel. Voor Formule 2 auto. Hij komt nog wat dichter bij Markelov, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat hij Markelov nog inhaalt. Hij gaat nu op het slomen qua rondetijd in 1.17.2. Ja, en dan zien we hier lap 40 van de 40. Hij komt nog heel dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Lando Norris wint hem en Jordi wordt zesde. Doet hij prima, in ieder geval voor Devin Butler. Dan zien we nu een hele blije, een heel blij Carlin. Want die hebben gewonnen met Lando Norris. Hier zien we Lando Norris. Voor de mensen die nog niet wisten, je speelt Formule 2 in 2018, waardoor je in Formule 1 2019 gaat. Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, voor de mensen die nog niet wisten, dan weet je dat nu. Dus gewoon Albon, Lando Norris, wie ging er nog meer af van Formule 2? Album. Moet ik even nadenken. Album. Ja, Album. Norris. En je had nog eentje. Die zijn allemaal naar Formule 1 gegaan. George Russell. Zo, nou, duurde even. Die zijn allemaal naar Formule 1 gegaan. Ja, van Formule 2 door. Dus ja, vandaar van 2018 naar 2019. Lucas Weber die een bijzonder slechte race. Die start derde en eindigt dertiende. Dus dat is bijzonder slecht. En Carlin wint in Campos. Wordt tweede. En BWT wordt derde. En MP Motorsport, het Nederlandse team. Er zit een Nederlands team bij Formule 2. Die staat helemaal in de top 14. Dus dat is niet zo goed. We gaan eerst naar het interview luisteren, daarna wou ik een leuk feit vertellen over Nyck de Vries. Maar eerst het interview. Well, that was a great recovery today. Did you think it was all over when you had the collision with Devin? Showmanship increased. So did you ever think you'd get the place back from Devin? Lucas Weber werd 13e, dus zo heel veel punten pakt hij niet, maar dat maakt niet. What points recently? What do you think of your championship chances? Een leuk feitje over Nyck de Vries, die de meeste mensen denk ik wel weten. Die leidt de Formule 2 in de kampioenschap dan. Dus die zou volgend jaar naar Formule 1 mogen als hij dat redt. De cutscene.
Trouwens, we gaan niet elk ding doen. We gaan alleen de eerste twee doen. Een kut zien. Want ja, deze hebben we al zo vaak gezien. Dat niet meer echt heel boeiend is. Ja, hij gaat niet bedozen over dat hij geen penalty had verdiend. En dat wij dit allemaal deden, maar... Ja. Dat valt wel mee. Hij deed het vol en naar mijn weten redelijk zelf. Ja, kan ik eigenlijk gewoon niet zo heel goed rijden hoor. Het is meer dat hij zelf denkt dat hij goed kan rijden, maar zo heel goed is hij eigenlijk niet. Ja, doei Devin, de groeten. Nu ook gewoon die man met zijn telefoon, perfect. Ik vind Lucas Weber ook een raar mannetje hoor. Die is ook echt de lelijkste helm die er bestaat. Maar echt, ze hebben daar zo weinig tijd in besteed in zijn helm. Dat is echt een lelijk ding, joh. Wow. Maar anyways, vonden jullie deze video leuk? Beloon met een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Outro speelt ook. Later!